Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. We gaan het vandaag hebben over Tradegate, want dat is sinds gisteren beschikbaar gekomen bij de Giro. We gaan in deze video kijken naar ten eerste wat is Tradegate, wat zijn de voor- en nadelen daarvan, hoe kan ik aandelen kopen op Tradegate als ik een account heb bij de Giro, en tot tot een soort van conclusie waarbij we kijken van is het het wel waard, ook rekening houden met de extra kosten die hiermee gemoeid gaan. Laten we dan ten eerste beginnen met de vraag van wat is Tradegate? Tradegate is een beurs zoals we dat ook in Amsterdam hebben, in Frankvoort, in Parijs. Uh, het is alleen geen fysieke beurs, je kunt het niet bezoeken, het is eigenlijk een platform. Tradegate is voor 60% in handen van Duitse beurzen, dat is zeg maar de grootste uh, Europese uitbater van beurzen. Een soort van concurrent voor de Euronext. Hier in Amsterdam is bijvoorbeeld de Euronext Amsterdam, maar... Dit bedrijf is dus eigenlijk een concurrent daarvan. Maar het verschil met deze andere fysieke beurzen zijn juist de openingstijden. Kijk bijvoorbeeld naar de uh, AEX, de Amsterdamse beurs. Die is geopend van 9 uur s ochtends tot half 6 s middags. Terwijl de, uh, de Tradegate, de Tradegate beurs, die is geopend van 8 uur s ochtends tot 10 uur s avonds. Dit maakt het dus eigenlijk mogelijk voor jou als particulier zijn om ook voor of na beurs te handelen. En je kunt dit doen voor inmiddels meer dan 10.000 aandelen of effecten... Uh, dit zijn bijvoorbeeld Nederlandse aandelen, maar ook gewoon Europese aandelen of Amerikaanse aandelen. Dus eigenlijk kort samengevat is het gewoon een extra plaats om te handelen, maar met ja, bredere openingstijden. Laten we dan gaan kijken naar de voor- en nadelen, want het is altijd wel fijn om te weten als er iets nieuws is, ja, dat je er zoveel mogelijk van weet om te kijken of het ook bij jou past. Laten we beginnen met de nadelen. Nou, het eerste nadeel is dat er extra kosten aan zijn verbonden. Handelen op TradeGate via de Giro kost je 3,90 euro per transactie. Dat is meer dan de 2 euro die het standaard kost voor de uh, Amsterdamse beurs. Ook meer dan de 50 cent die het kost voor Amerikaanse beurzen. Maar een beetje gelijk met wat normaal voor veel buitenlandse beurzen geldt. Misschien Italiaanse beurzen, maar zeker ook de Duitse beurzen die vaak toch al rond de 4 euro zitten. Dus uh, in dat opzicht is er niet heel veel verschil. Maar het is wel duurder. Er zijn meer kosten aan verbonden dan bij de Amsterdamse of Amerikaanse beurzen. Een tweede nadeel is dat er minder uh, volume is. Minder, er wordt minder handel gedreven op dit platform, op deze beurs. Dat heeft effect in de bied- en laadprijzen. Kijk, als je gaat kijken naar een aandeel, bijvoorbeeld Shell heeft misschien hier in Nederland. Zeg maar de thuisbeurs zoals ik het noem. De de, ...de beurs in het land waar het bedrijf gevestigd is. Dat is vaak ook de beurs waar het meeste volume is. De meeste vraag en aanbod en daardoor komt automatisch vaak ook de beste prijs naar voren. Als je dus handelt op een platform, op een beurs met minder volume... ...dan liggen die uh, bied- en laadprijzen, vraag en aanbod liggen verder uit elkaar... ...waardoor misschien jij een ja, minder gunstige prijs betaalt. En zeker op momenten dat je gebruik gaat maken van Tradegate... ...ik denk op de momenten om voor of na beurs te handelen op basis van nieuws- of kwartaalcijfers... Dan zou het wel zo kunnen zijn dat die prijzen nog verder uit elkaar liggen en dat is dus eventueel een risico omdat je niet de optimale prijs hoeft te betalen. Het is puur afhankelijk van wat er op dat moment geboden of gevraagd wordt. En dat bepaalt de prijs. En dat kan dus heel anders zijn dan wanneer een beurs open zou zijn geweest. Een thuisbeurs open zou zijn geweest. Want dan kom je veel dichter bij de optimale prijs. Omdat het, ja, zoals gezegd, het volume veel groter is. Maar gelukkig is er ook één groot voordeel. En dat heb ik zojuist al benoemd. En dat is dat jij als particulier zijnde nu eigenlijk meer tijd hebt om te handelen. Juist ook voorbeurs of nabeurs zoals we dat kennen. Vaak zie je dat grote institutionele partijen die hebben die mogelijkheid al. Je ziet dan de koers, bijvoorbeeld uh, bij Yahoo Finance zie je dat ooit, zeg maar na beurs al een, een percentage staan in de plus of in de min uh, op basis van nieuws dat een bedrijf, zeg maar, nadat de beurs gesloten is, bekend maakt, bijvoorbeeld kwartaalcijfers. Nou, vaak was dat dus weggelegd voor de grote partijen, maar op deze manier kun jij als particulier zijnde ...ook Daarvan profiteren. Misschien maakt een bedrijf voordat een Amsterdamse beurs open gaat, kwartaalcijfers bekend. En kun jij op dat moment gunstiger instappen en eigenlijk al ja, meer rendement pakken bij gunstige cijfers, bijvoorbeeld. Dus het maakt het eigenlijk mogelijk dat ja, kleine beleggers zoals jij en ik. Ook extra voordelen hebben die eigenlijk voorheen alleen waren weggelegd voor de grote partijen. En als je dus wilt gaan handelen op Tradegate, dan heb je een account nodig bij de Giro. En dat is natuurlijk altijd de vraag van als je wilt beginnen met beleggen, dan ben je op zoek naar een goede broker. Wat is een goede broker? Nou, ik zelf gebruik de Giro. Dat heb ik al vaker laten zien in mijn video's. Vorige week of twee weken terug nog een video. Inmiddels heb ik 190.000 euro belegd in mijn portfolio bij de Giro. En wil je nou zelf ook gratis een account openen bij de Giro? Maak dan gebruik van de link onder deze video. Op die manier help je het kanaal, dus dat wordt altijd gewaardeerd. Maar ze hebben op dit moment ook een actie waar je tot 50 euro transactiekosten terugkrijgt. Dus dat maakt het extra interessant om nu te beginnen. Zoals gezegd, een link naar de Giro vind je onder deze video. Video terug, we zijn nu ingelogd eh, in mijn account bij de Giro. En als het goed is bij jou voor de eerste keer, zal waarschijnlijk hierboven een balkje staan met het laatste nieuwsbericht, die laatste melding. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je hem hier via het envelopje terugkijken. En dan staat hier eigenlijk het nieuwsbericht wat we willen dus zoeken over TradeGate, dat dat nu eh, inmiddels beschikbaar is. Nou, hoe plaats je een order? Hier staat heel even kort gezegd, u kunt simpelweg het gewenste aandeel zoeken en de optie kiezen met beursafkorting TDG voor transacties op Tradegate rekenen wij een tarief van 3,90 euro per transactie. Dus gaan we bijvoorbeeld naar ons portfolio. Er um, zijn heel veel Amerikaanse aandelen, dus daar is de beurs op dit moment nog gewoon open. Daar zie je ook nog van alle andere dingen af en toe verspringen. Maar een aandeel zou bijvoorbeeld kunnen zijn, de onderste hier, de ETF van Van Eck over de semiconductors. Dit is een aandeel dat ik zelf heb gekocht op de Cetra. Volgens mij is het inmiddels trouwens, sinds dat ik dit heb gekocht, is het toegevoegd aan de kernselectie van de Giro. Volgens mij op een andere beurs. Maar daar kun je het aandeel dus zonder transactiekosten kopen. Ja, meer informatie over de kernselectie vind je op mijn kanaal. Ik zal eventueel nog wat informatie ook onder deze video plaatsen. Maar stel nou dat wij denken van dit aandeel, wat nu uh, gesloten is met 21 euro en 31 31,5 cent. 31 uh, dat zien we hier ook laatste moment als eigenlijk hier uh, half zes. Maar uh, dit aandeel, als we dit opzoeken, uh, de code pakken, VVSM pakken, en we zoeken hier rechtsboven, of linksboven zo moet ik zeggen, uh, dan zie je dat wij het aandeel hebben op de CETRA-beurs, maar dat het ook dus op de TDG, oftewel TradeGate, te, te verhandelen is. Kijk even naar de koers, die was hier 21,35 euro. En op, dat was, sorry, het hoogste punt. Uh, 21 euro half Dat was de slotkoers om half zes. Maar kijken we naar Tradegate, die beurs is tot tien uur s avonds open. Het is nu iets over zeven. En je ziet inmiddels, uh, dit was het moment dat de beurs zeg maar, gesloten is geweest. Uh, is, is gesloten, zo moet ik het zeggen, op de Amsterdamse beurs. Maar sinds half zes is er best wel weer wat gebeurd. En is de koers inmiddels dus gestegen naar Uiteindelijk bijna 21,5 euro. Ik weet niet wat de reden is, maar dat maakt wel juist TradeGate zo interessant. Mocht jij nu uh, bijvoorbeeld met kwartaalcijfers of ander nieuws dat naar buiten komt van een aandeel, dan kun je misschien niet precies op dit moment kopen op half zes, maar misschien wel in de 10 minuten, het kwartier daarna. En kun je misschien nog rond deze koers instappen, terwijl de koers. Verder uiteindelijk zal stijgen. En misschien morgen, bijvoorbeeld als de beurs de gewone beurs opengaat, waar de meeste mensen de aandelen kopen. Dat dan in één keer de koers er heel anders uitziet. En dat je op die manier dus extra rendement kunt maken. Je kunt het misschien ook andersom juist zien. Mocht er juist slecht nieuws zijn, um, nadat, er, nadat de beurs is gesloten, dan zal de aandeel uh, hard gaan dalen. Dan nou kun je misschien denken, ja, dan kan ik beter wachten tot morgen. Dat is zo. Maar heel veel ja, jonge beleggers, mensen die net bezig zijn, of gewoon, überhaupt beleggers die denken, misschien morgen uh, een goed moment om bij te kopen. Buy the dip. En dan zul je zien dat zodra de beurs open gaat, vaak, of in ieder geval soms, kan het gebeuren dat de koers dan weer snel stijgt. Dus dan kun je niet op het dieptepunt kopen. En dat zou ook een reden kunnen zijn om gebruik te maken van Tradegate. Dat juist op dat soort momenten je het aandeel koopt, voordat de rest het koopt. En misschien wel juist in een, in een dieper dal kunt instappen. Omdat morgen door de grote vraag misschien wel. Um, ja, de prijs gaat stijgen, maar ja, dat is geen zekerheid. Dat is natuurlijk een gokje. En je moet vooral ook afwegen van, er zijn extra kosten aan verbonden. En is het interessant om dat op deze manier dus te doen? En dan komen we aan bij de conclusie of de samenvatting van deze video van: is het het waard om te handelen op TradeGate? Is TradeGate interessant? Nou, dat hangt denk ik van twee factoren af. Ten eerste tijd. Hoe belangrijk is de factor tijd in de positie die jij wilt innemen of wilt sluiten? Zoals gezegd na kwartaalcijfers bijvoorbeeld. Kan de koers best wel eens ja, flinke sprongen maken of een flink de, flinke daling laten zien? Als je daarvan gebruik wilt maken, dan is het belangrijk dat je snel kunt reageren. En dan kan Tradegate daar een goede optie voor zijn. En een tweede belangrijke factor zijn de kosten. Je moet natuurlijk wel zo'n positie innemen, zo'n bedrag beleggen. dat de extra kosten die hiermee gemoeid zijn, zeg maar het rendement opweegt tegen die extra kosten. Dus als jij één aandeel gaat kopen. Dan lijkt het me niet zo interessant dan wanneer je bijvoorbeeld voor 1000 of 5000 euro in gaat leggen. Want dan kun je die extra kosten verdelen over je een grotere positie. Dus dan ben je al sneller, uh, heb je voordeel van deze, van deze extra kosten. Dus ik denk niet dat TradeGate interessant is voor de lange termijn beleggers. De mensen ja, die echt voor de lange termijn gaan, die kunnen gewoon beter de aandelen kopen, zoals ik zeg, op een soort van thuisbeurs. Tijd is geen belangrijke factor als je gaat beleggen voor de komende 20 jaar. Dan maakt het niet uit of je het vandaag of morgen koopt. Ook als de prijs een beetje fluctueert in die tijd. Uh, ja, Zoals gezegd, je kunt dan op dat moment zou niet het markt gaan timen. Voor de mensen die juist op de korte termijn willen beleggen... dan is tijd wel een heel belangrijke factor en kan het dus heel interessant zijn. Heb je natuurlijk wel te maken met een risico. Niet zozeer het risico dat je gaat handelen op tradegate... Want die beurs is ja, niet extra risicovol ten opzichte van andere beurzen. Het, het risico hiervan zit vooral in de prijs die je betaalt, omdat die dus op basis van minder volume is gebaseerd en op vraag en aanbod buiten openingstijden. om. Kan het zo zijn dat je dus zoals gezegd een grotere spread hebt? Een, Groter verschil tussen vraag en aanbod. En het risico is dan ook dat je misschien wel te veel betaalt, of misschien te weinig krijgt als je verkoopt. Juist ook omdat je snel wilt handelen, en andere beleggers zullen ook snel willen handelen. Dus ja, dan krijg je misschien niet het optimale prijs op dat moment. Maar tot zover dus mijn uitleg over TradeGate. Heb je zelf nou nog uh, toevoegingen aan deze video? Ervaring misschien al wel? Of andere vragen bijvoorbeeld? Laat dat weten in de reactie onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren om nooit meer een video te missen. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.